kunstomnivoor Stan Hill doorploegt de krochten van Lansingerland. Op zoek naar arrivés en talenten, naar amateurs en professionals. Wat motiveert en beweegt deze pioniers der schone kunsten? Hoe gaan zij om met teleurstelling en succes? Alles kan, van aquarel tot zandsculptuur, van auteur tot zanger. Stan legt de ziel bloot van maker en uiting. Kunstwerk. In mijn zoektocht door Creatief Lansingerland ga ik op bezoek bij Danielle Benschop. En dan ontmoet ik een bijzondere dichter, Hans Sieremans. Het atelier van Danielle Benschop ligt in deze prachtige omgeving. Molens spelen wel vaker een rol in de schilderkunst, maar nu zien we die ook eens aan de binnenkant. Hey Daan. Hey Stan. Hallo. Wat ben je aan het doen? Ik ben een nieuw meisje aan het maken. En in wat voor kader ben je dat aan het maken? Ja, het is weer hetzelfde liedje, hè? Letterlijk. Altijd maar die meisjes. Ik geloof dat het nummer 14 is. Kun je raden wat het is? Ik denk iets met een poes, maar... Ja, een liedje met een poes. En melk. En melk. Poesje ja. Mouw. Poesje mouw, kom eens gauw. Weer een Hollands liedje. De muziek en de tekst van oud-Hollandse liedjes is inspiratiebron voor haar schilderwerk. Ik ben benieuwd hoe dat nou ontstaan is. Het is begonnen met een schilderij en dat zou ik Hollands glorie zou ik dat noemen. Ja, en wat is Hollands? Tulpen en een molen. En mijn vader is toen degene die ging toen zingen, daarbij die molen, die mooie molen. En toen was het idee geboren om Hollandse liedjes te gebruiken, om daar schilderijen van te maken. Heel soms maak ik abstract werk. Mijn vader die was ook kunstenaar, die werkt meestal abstract. Helaas leeft hij niet meer. Maar die had zijn atelier thuis. Dus vanaf dat ik een potlood vast kon houden, was ik in dat atelier en moedigde mijn vader me aan om te tekenen, te schilderen, er altijd mee bezig te zijn. Dus een enkele keer ga ik nog wel eens de abstracte kant uit met dit soort werk. Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. Danielle heeft nog een grote passie. We maken met haar een sprong in het diepe. Je hebt bijvoorbeeld deze visjes. Ja, ze zien er natuurlijk heel raar uit en bijna als een soort van maffe stripfiguren. Maar die zien er echt precies zo uit in het echt. En die visjes die dansen dan tussen de koralen in het rif. En ook dan komt er weer een liedje. Ik bedoel, er kwam een liedje in mijn hoofd, Little Fishies in the Sea, Sing Hooray. En terwijl ik aan het duiken was, ontstond eigenlijk al een idee om het op het doek te vangen met de kleuren en de texturen en dan zo'n dansend visjefiguur op het doek. De onderwaterwereld is Daniels inspiratiebubbels. Je hebt onder water heb je ook macro leven, dus dat zijn echt hele kleine wezentjes. En mijn echtgenoot die fotografeert ze dan, dus moeilijk om ze te zien, maar ik heb een scherp oog. En de foto's die zijn dan heel mooi en heel bijzonder, maar ik probeer dat dan te vangen op een heel groot doek met felle kleuren en zo zijn deze twee eigenlijk ontstaan. Deze kleine groene visjes, ze zijn misschien zo groot als je duim. Die heb ik ooit gezien op een rif wat helemaal vol stond met oranje sponsen. En die groene visjes die zwommen daar tussendoor. En het was net of ze elkaar achterna zaten of ze een tikkertje aan het doen waren of zo. En ik heb het schilderij ook, pak me dan als je kan, heb ik het genoemd. Dit is een schilderij van een schelp. Die zit in het rif. Zitten die vast. En in het echt zijn ze net zo groot als deze. En die schelpen staan altijd een beetje open.
En je ziet ze ook bewegen. En ik heb altijd het idee dat als je daar je voet of je arm insteekt, dan krijg je hem waarschijnlijk niet meer terug. Maar echt met prachtig paars en roze, ja, een soort van hele grote mossel zit daarin. Al die onderwaterbubbels en monsterlijke wezentjes gevangen op het doek. Verwacht je niet in een oud-Hollandse molen. Danielle gaat binnenkort weer duiken, dus we krijgen vast veel meer van haar te zien. Zo Hollands als de schilderijen van Danielle zijn, is het landschap waar ik een ontmoeting had met Hans Sieremans. Hij heeft een gedichtenbundel geschreven met louter en alleen gedichten over Alzheimer. Lieve moeder, het is zo vreemd. Zo vreemd, het gaat zo gauw. Vroeger was je toch zo'n andere vrouw. Ik wou dat jij het nog één keer begrijpen zou als ik zeg, ik houd heel veel van jou. Voor wie heb je dat boek gemaakt? Nou, ik heb die gedichtenbundel gemaakt voor mensen die te maken hebben met de ouderenzorg. En dan denk ik met name aan personeel van verpleeghuizen, vrijwilligers die er in grote getale werken, mantelzorgers. Dat zijn eigenlijk mensen waarvan ik denk ja, dat die gedichten kunnen waarderen en herkennen. En ze zijn ook heel toegankelijk, de gedichten. Het is hier prachtig. Ja, schitterend hè? Ja, heel mooi. Lijkt me geen gemakkelijke opgave om een gedichtenbundel te schrijven over Alzheimer. Om daar de ziel van bloot te leggen, dat moet je wel van heel dichtbij hebben ervaren. Iedereen die zich herkent in de ouderenzorg op het moment daarmee te maken heeft, die het nieuws volgt, maar misschien ook mensen die er al jaren geleden in gewerkt hebben en die veranderingen hebben meegemaakt, ja, daar zijn die gedichten heel herkenbaar voor. Je hebt zelf heel lang in de zorg gezeten. Hè? Is dat de reden waarom je dit onderwerp hebt gekozen? Ja, ik heb heel lang in de zorg gewerkt, met name in de Rustenburg in Bergsenhoek. Dat is dan nu de Ouderlandse Hof geworden. Daar moest ik door een reorganisatie weg. Dat vond ik heel vervelend. Ik ben toen in het onderwijs terechtgekomen en daar heb ik toch jonge mensen lesgegeven in vakken die te maken hebben met de zorg. Dus ja, mijn band met de zorg is gebleven toen ik naar het verpleeghuis ben gegaan. En nu ben ik dus als vrijwilliger bij Humanitas aan het werk. Nou, het schrijven dat is eigenlijk al begonnen in de tijd dat ik in de Rustenburg werkte. Daar ben ik lid geweest van een cabaretgroep. Was een dominee die heel muzikaal was en ik schreef heel veel teksten. Hij maakte er dan muziek op en daar hebben we het hele land mee doorgereisd in de tijd dat we cabaretgroep waren. De cabaretgroep bestaat niet meer, maar ik ben wel gedichten blijven schrijven. En ja, zo is het eigenlijk ontstaan en gekomen. En omdat ik toch ook nog een hele band voel met die ouderenzorg, heb ik ook een hele bundel nu gemaakt over gedichten met ouderenzorg. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Na meerdere problemen te hebben overwonnen, kwam er uiteindelijk toch een oplossing. Dus ik ben naar die uitgever gegaan en ik heb gezegd, joh, geef jij mijn gedichten maar terug, want dat wordt het niet. En toen zei die uitgever, nee, ik vind die gedichten erg mooi. En ik heb een professionele fotograaf gevonden die daar foto's bij wil maken. En ik zou het heel zonde vinden als daar niet een mooie gedichtenbundel van gemaakt wordt. En hij zei, ik wil me daarvoor inzetten. Die fotograaf die stelt ook belangeloze foto's beschikbaar. En als jij nou een crowdfunding gaat starten, dan gaan we toch kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. En zo is het gekomen dat ik een crowdfunding ben gestart. En met succes. Van ontkenning, acceptatie in een ongelijke strijd. Maak van angsten de berusting, van verdriet de dankbaarheid. Maak je tranen tot een glimlach in een nog beperkte tijd. De Vergeet Me Nietjes bundel om nooit te vergeten. Nooit en te nimmer.